Van harte welkom bij De Nieuwe Stad. Ontzettend leuk dat jullie kijken. Rozet blikt het eerste kwartaal van dit jaar terug op de wederopbouw, alweer 75 jaar geleden, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst. Hoe ziet de nieuwe stad eruit en hoe kan iedereen zich er thuis voelen? In het project De Nieuwe Stad denkt Rozet samen met schrijvers, ontwerpers en kunstenaars na over het bouwen aan een nieuwe, inclusieve omgeving. En het resultaat zie je in exposities, maar ook in activiteiten zoals deze livestream. Jullie hoorden zojuist Klassie, het dynamische muziekduo met Dirk Overbeek op de accordeon en Job-Jurre Huiskamp op de cello. En mochten jullie erg genoten hebben van hun muziek, dan hebben we goed nieuws, want ze komen zo meteen weer terug in dit programma. Ja, 75 jaar geleden lag Arnhem compleet in puin. Je kan het je nauwelijks voorstellen, maar we gaan er straks wat beelden van zien. Niet alleen moest de stad toen compleet worden opgebouwd, ook de inwoners moesten een nieuwe manier van leven vinden, na de oorlog en na de evacuatie.
Ook vandaag de dag leven we in een nieuwe werkelijkheid. Door de coronapandemie moeten we onszelf en de stad opnieuw hervinden. En tijdens het programma gaan we terugblikken op de wederopbouw van Arnhem. En dat doen we met Ton Schulte, historicus en tevens artistiek directeur van architectuurcentrum CASA. En vervolgens gaan we kijken en luisteren naar Arna Matschkits, die vanuit haar bureau Studio LE werkt aan inclusieve architectuur en het publieke domein. Haar verhaal zal gaan over de wederopbouw van Mostar in Bosnië en Herzegovina. Na de presentatie van Ton en Arne gaan we gedrieën het gesprek aan, hier aan tafel, over wat we vandaag de dag kunnen leren van de wederopbouw van Arnhem en Mostar. Hoe maken we die nieuwe stad en hoe kan iedereen daaraan bijdragen? Tot slot eindigen we deze livestream met een literaire bijdrage door schrijver Isvara. Ton, ik wil graag met jou beginnen. Deze livestream is een samenwerking tussen Rosette en architectuurcentrum CASA. Dus heel fijn dat CASA dit wil doen en dat, dat jij hier bent. Mm-hmm. Voor de mensen die CASA nog niet kennen, kun jij kort uitleggen wat het architectuurcentrum doet? Ja, CASA staat voor Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem. We zijn ontstaan vanuit het architectuurcafé begin 21ste eeuw. En inmiddels ruim 15 jaar actief met allerlei activiteiten. Eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dat zijn architecten natuurlijk, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, iedereen die daar direct mee van doen heeft, maar ook gewoon betrokken burgers willen wij bij ons programma betrekken. Jullie organiseren als het ware het gesprek over de stad. Ja. Ja, heel goed. Dat ambiëren we althans. Dat ambiëren je, ja. Ton, jij mag alvast naar jouw presentatieplek toelopen en dan ga ik kort even naar Arna. Arna met jouw bureau, Studio LE, of ik moet zeggen jullie bureau, hè. Je doet het samen met nog iemand. Ja, klopt, met Lorien Beijaert. Ja, en jullie hebben al indrukwekkende prijzen gewonnen. Ik zag de Dutch Design Award in 2014 en de Maaskantprijs voor jonge architecten 2017, dat is ook niet de minste. Wat voor bureau is Studio LE en wat voor thema's snijden jullie aan? Ja, wij gebruiken architectuur om sociaal-maatschappelijke thema's te onderzoeken en ook in een nieuw perspectief te plaatsen. En thema's onder andere waar we ons mee bezighouden gaan over gentrification, democratische gespreksruimtes, huisvesting voor nieuwkomers, maar ook de geschiedenis, actieve monumenten, waar ik straks iets meer over ga vertellen. Ja, heel interessant. Straks meer inderdaad daarover. We gaan nu schakelen naar Ton Schulte. Hij staat inmiddels klaar op zijn plek. En hij neemt ons mee terug in de tijd naar de wederopbouw van Arnhem. Ton, graag aan jou het woord. Dankjewel Edwin. Evenals Mostar heeft Arnhem zijn internationale bekendheid grotendeels te danken aan een verwoeste brug. Zonder A Bridge Too Far waren we waarschijnlijk niet eens een voetnoot in de wereldgeschiedenis. Maar het Almelo aan de Rijn. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zo gezegd. Dat neemt niet weg dat de impact van de slag om Arnhem enorm is geweest. Voor het verdere verloop van de oorlog, voor alle betrokkenen, de slachtoffers in het bijzonder natuurlijk, en ook voor de stad zelf. Die niet alleen de gevechtshandelingen rond de Rijnbrug voor zijn kiezen kreeg, maar daarna letterlijk en figuurlijk tot frontstad werd gebombardeerd. Arnhem mocht in de woorden van Rijkscommissaris Sijs Inkwart niet meer bestaan. De stad werd geëvacueerd en in de laatste oorlogsmaanden gründlich geraumt, geplunderd dus. En tot slot was ook de bevrijding minstens zo verwoestend als de slag in september. Kortom, een versteende mummie was wat restte, in de woorden van schrijver Johan van der Woude. Hij beschreef een woestenij, moedwillig geschapen, een langdurig proces van marteling, het leven aangedaan dat hier in duizenderlei vorm had gehuisd. Volgens de ooggetuigen van het eerste uur waren zelfs de vogels gevlogen. In de vaderlandse propaganda werd de stad met succes geframed als het Stalingrad van het Westen. Laten we het erop houden dat de ravage, zoals je ziet, enorm was. Van de circa 21.000 woningen in de stad bleken er slechts 221 na de oorlog direct bewoonbaar. Het tijdelijk oplossen van de woningnood was de eerste zorg. Daartoe verrezen tientallen noodwoningetjes, veelal uit pijn. Maar opdat de stad weer als een mythische feniks uit zijn eigen stad zou herrijzen, werd op 1 juni 1945 al het Bureau voor Wederopbouw, het latere Bureau Stadsplan, opgericht.
voor een meer duurzame oplossing. Als supervisor van de wederopbouw was vanuit het Rijk de Leidse stedenbouwkundige J.A. van der Laan aangesteld, die als orthodox aanhanger van de meer traditionele Delftse school de binnenstad zoveel mogelijk volgens de oude structuur en in historische trant wilde herbouwen. Het Arnhemse stadsbestuur onder leiding van Chris Matser, de burgemeester in hemdsmouwen, had al eigenlijk tijdens de oorlog bekokstoofd dat dit een ongelezen kans was. Het stadsbestuur trok eigenlijk al snel de conclusie dat de catastrofe onvermoede mogelijkheden tot verbetering schiep. Men was ervan overtuigd dat, afgezien van enkele monumenten zoals de Eusebiuskerk en de Walburgkerk, de herbouw van de verwoeste stad veel eer vernieuwing zou moeten inhouden dan herstel. De worsteling, zo je wil, tussen die tegenovergestelde visies op de wederopbouw zijn letterlijk en figuurlijk aan de gevels van de stad af te lezen. Met name op de markt. De monotone blokken aan de oostzijde van de markt zijn het toonbeeld van het modernisme. Aan de westzijde zien we de meer traditionele opvatting van de wederopbouw zoals die werd gepropageerd door die Delftse school. Het resultaat zie je in de stad als een mix van traditioneel en modern, een cocktail van stijlen, met name op de Looierstraat waar de zogenaamde shake hands stijl, waarbij modern en traditioneel samenkwamen, zich op ongekende wijze manifesteert. Uiteindelijk kregen de modernisten de overhand. Arnhem moest een moderne stad worden met een functionele architectuur en een stedenbouwkundige structuur die wonen, werken en winkelen van elkaar scheiden. De nadruk lag daarbij met name ook op de auto-infrastructuur en daarvoor mocht heel wat wijken. Goed voorbeeld is de befaamde Van Muilwijkstraat, waar een groot deel van de spoorhoek voor is afgebroken, die bypass van de Steenstraat. Mogelijk is er al met al na de oorlog volgens sommigen zelfs nog meer verwoest dan in de jaren 44-45. Naast de herbouw van de stad en de herinrichting van de verwoeste stadsdelen in en rond het centrum was het bureau Stadsplan ook belast met een uitbreidingsplan. De wederopbouw moest ook een oplossing zijn voor de woningnood. Al voor de oorlog waren er plannen in die richting en was er een bescheiden begin gemaakt met Malburgen. De vraag naar woningen was sindsdien eigenlijk alleen maar gegroeid. En vandaar dat ook het voormalig landgoed Presikhaaf tot woonwijk werd ontwikkeld. Dat zien we hier gebeuren. Hier in Presikhaaf, of daar in Presikhaaf, is het modernisme helemaal dominant. Het hele stadsdeel is gebouwd volgens de idealen van het CIAM, het Congrès International d'Architecture Moderne, die een functionele architectuur van licht, lucht en ruimte propageerde. Kenmerkend voor de stedenbouwkundige opzet is de groepering van diverse woningtypen in zich herhalende eenheden, zogenaamde stempels, die bestaan uit een combinatie van flats, maisonettes en rijtjeshuizen. Hier kon men blijven wonen van de wieg tot het graf. Woonwensen veranderen echter. Het modernisme was er in principe voor iedereen, maar vanuit onze eigen tijd gezien toch echt minder voor het individu. Vanwege de grote diversiteit en eenvormigheid staat Presikhaaf onder liefhebbers wel bekend als het openluchtmuseum van de wederopbouw. Daar hoort deze architectuur volgens velen inmiddels ook thuis. De wederopbouw wordt vandaag de dag geassocieerd met goedkope, functionele wegwerparchitectuur. De nieuwe stad van toen is sleets geworden. Met hetzelfde enthousiasme waarmee de stad tijdens de jaren 50 en 60 vernieuwd werd, wordt er nu aan wederafbouw gedaan. Toegegeven, veel gebouwen zijn een vervanging toe, maar deze architectuur is onlosmakelijk verbonden met de bouwgeschiedenis van Arnhem en verdient een plaats in de stad. Zo ook de AQ-fontein, waar de afgelopen jaren zoveel te doen om is geweest. De wederopbouw heeft bovendien een aantal fantastische gebouwen opgeleverd die, zie het Huis der Provincie, er na een update weer helemaal staan te shinen en weer jaren tegenaan kunnen. We hebben als CASA een aantal jaren terug een grote groep van die belangrijke, fantastische gebouwen verzameld in een wederopbouwkaart, waarmee we eigenlijk een beetje de positieve vibe wilden uitstralen die de wederopbouw van toen ook kenschetste.
Want de architectuur van de wederopbouw representeert een optimisme en yes we can mentaliteit waar we vandaag de dag nog heel wat van kunnen gebruiken. Dank jullie wel. Goedenavond allemaal. Ik ga jullie meenemen door een aantal projecten van Studio LA, waarvan Mortal Cities and Forgotten Monuments de eerste is. Dit project is begonnen als een ontwerpend onderzoek, waarbij ik wilde uitzoeken welke rol architectuur speelde in de vorming of de verwoesting van een collectieve identiteit in verschillende kantelpunten van de geschiedenis van Joegoslavië en Bosnië-Herzegovina. Eigenlijk is dit onderzoek terechtgekomen in drie versies van het boek Mortal Cities and Forgotten Monuments.
En net na de Tweede Wereldoorlog werd Joegoslavië gevormd. En toen werd architectuur en specifiek monumenten werden ingezet om een collectieve identiteit te vormen tussen die verschillende deelstaten waar mensen woonden met verschillende achtergronden, religies, geschiedenissen, identiteiten. Dat is een heel onderzoek op zichzelf wat in het boek staat. Maar vanavond wil ik jullie vertellen over de rol van architectuur in de verwoesting van een collectieve identiteit in de stad Mostar in Bosnië-Herzegovina. Een stad waar een groot deel van mijn familiegeschiedenis ligt en een stad die mij ook heel erg dierbaar is. Mostar is een stad dat van oudsher, waar van oudsher mensen wonen met verschillende religieuze achtergronden. De twee grootste groepen in Mostar zijn mensen met een islamitische achtergrond, maar die vaak zelfs ook niet religieus zijn. En mensen met een katholiek-Kroatische achtergrond. En heel kort uitgelegd, heel kort door de bocht ook, is wat er tijdens de oorlog gebeurde, dat Bosnisch-Kroatische milities de stad wilden overnemen. Ze hadden een eigen republiek gevormd. Mostar moest daar de hoofdstad van worden. En eigenlijk alles met een Joegoslavische identiteit of met een islamitische identiteit, inclusief de mensen, moesten daarvoor wijken of verdwijnen. Mostar is voor 70% verwoest geweest tijdens die oorlog begin jaren 90. Mostar was ook een stad met een heel rijk sociaal leven, waar mensen samenkwamen in de publieke ruimte om elkaar te ontmoeten. Ook mensen met verschillende religies, waarbij het helemaal niet uitmaakte wat je achtergrond was. Daar werd eigenlijk nooit echt over nagedacht. Maar volgens die Bosnisch-Kroatische milities moest juist die identiteit, die gezamenlijkheid die zo natuurlijk was, verwoest worden. Want als die gezamenlijkheid en die plekken van ontmoeting verwoest worden, dan kan je elkaar dus niet meer ontmoeten. Dan kan je de ander niet meer zien. En als je elkaar niet meer ziet, dan vervreemd je ook van elkaar. Nou, een van de belangrijkste bouwwerken in de stad Mostar is de Oude Brug. In 1566 gebouwd. De stad is ook vernoemd naar de brug. De stad is ontstaan vanuit de brug. En het is ook echt een symbool voor de ontmoeting. Een ontmoeting van twee delen van de stad, maar ook van de verschillende mensen die daar wonen. En het is ook omarmd door al die verschillende mensen en groepen in de stad. Je was simpelweg een Mostarac of een Mostarka, zoals de inwoners van Mostar werden genoemd, waar het woord most, wat brug betekent, ook in zit. Dus het maakte ook echt heel erg deel uit van de identiteit van de mensen. Dus op het moment dat die brug was verwoest, hield Mostar ook heel even op met bestaan. En de aanval op de brug was ook echt een aanval op het idee dat een multi-etnische of een multiculturele stad kan en mag bestaan. Maar niet alleen de brug is verwoest, maar ook heel veel andere plekken waar mensen samenkwamen. Dus publieke plekken en publieke gebouwen, opzettelijk. Juist zodat mensen niet meer samen kunnen komen en zodat er vervolgens een nieuwe identiteit en een nieuwe cultuur opgebouwd en aan de mensen opgelegd kan worden. Nadat de brug verwoest was na de oorlog, is er een hulpbrug gebouwd. In 2004 is de brug weer gebouwd, precies zoals die was voor de oorlog. Maar nu is de brug geen verbinding meer tussen de twee delen van de stad, maar een scheiding. Omdat de stad nu bestaat uit twee delen, beide aan elke kant van de brug. Aan de ene kant wonen voornamelijk mensen met een islamitische achtergrond. Aan de andere kant voornamelijk mensen met een Bosnisch-Kroatische achtergrond. Ze hebben hun eigen ziekenhuizen, eigen scholen, eigen brandweer, eigen voetbalclubs. Nou, ga zo maar door. En er is geen muur die die groepen van elkaar scheidt, maar er is wel een soort mentale muur. En dit is nu vooral een plek waar heel veel toeristen komen, of voor corona kwamen. En ook een plek waar de oorlog wordt gebruikt om de stad te promoten. Maar als je 50 meter de ene of de andere kant op loopt, kom je eigenlijk in een stad terecht die ook waar nog steeds heel veel verwoeste gebouwen zijn, waar er nauwelijks wordt geïnvesteerd in publieke ruimte en publieke plekken. En er eigenlijk niet wordt gewerkt aan een gezamenlijke opbouw. En deze beelden die jullie zien van gebouwen met gaten, van kogelgaten, met gaten van scherven, van granaten. Dat is de dagelijkse realiteit van mensen die in Mostar wonen. Wat natuurlijk iets heel treurigs is, omdat het totaal geen hoop of toekomstperspectief uitstraalt.
Een ander ding wat gaande is in Mostar is dat er een opkomst is van extreemrechts nationalisme van een groep Bosnische Kroaten die ook fascistische tekens op hun meest favoriete plekken zijn publieke plekken waar mensen samenkomen, fascistische tekens te plaatsen en publieke plekken die voorheen dus echt heel erg geliefd waren en, plekken van gezamenlijkheid waren, ook zoals hier in brand worden gestoken. Daarnaast worden er ook heel veel monumenten en standbeelden neergezet met diezelfde extreemrechtse, nationalistische symboliek en beeldtaal. Dus je zou kunnen zeggen dat na de oorlog het geweld nooit is gestopt. En hier zien jullie de twee kanten van de stad, waarvan in het midden een witte neutrale zone te zien is. Die is uitgeroepen een hele tijd geleden door de Europese Unie als een zone waar eigenlijk gezamenlijke instituten en plekken zouden moeten ontstaan. Omdat die verdeeldheid zo ver ging. En in die zone wilde ik iets doen, ook een plek maken waar die gezamenlijkheid kan ontstaan. Zo zag het eruit. Vlak na de oorlog. Zo ziet het er nu uit. Met dat beetje oranjeachtige gebouw is een gymnasium waar jongeren met verschillende religieuze achtergronden les hebben, maar gescheiden van elkaar. Dus in verschillende klaslokalen met hun eigen geschiedenisboeken. En links zien jullie het fundament van een Kroatisch Nationaal Theater, waarvan de opbouw was begonnen, maar waarvan ook ze teruggeroepen zijn door de Europese Unie, omdat het een daad van nationalisme is en niet van gezamenlijkheid. En op die plek wilde ik eigenlijk iets maken, iets ontwerpen, waarbij ik wou kijken naar wat zijn nou tradities en rituelen in de stad die zo ver teruggaan in de tijd dat ze eigenlijk tot alle inwoners behoren, ongeacht je religie. En dat is het duiken vanaf de Oude Brug. Want van de Oude Brug, eigenlijk sinds de brug bestaat, sinds de 16e eeuw, duiken jonge mannen van de Oude Brug om hun mannelijkheid te bewijzen, om vrouwen te imponeren. Maar vandaag de dag worden er ook duikwedstrijden elk jaar georganiseerd, waar ook vrouwen van afduiken. En eigenlijk mensen vanuit de hele wereld samenkomen, verschillende achtergronden, religies, om hun duikkunsten te laten zien. En naast de Oude Brug is ook een duikclub waar mannen zoals zij lid van zijn en eigenlijk de hele dag ook wachten om hun duikskills te kunnen oefenen. En wat ik zo mooi vind aan het duiken is dat die paar seconden van vrijheid die je voelt als je die duik neemt, dat je dan eigenlijk ook even loskomt van die beklemming, van die beladen situatie van de staat waarin de stad zich bevindt. En dat je ook een fysieke en mentale activiteit uitvoert wat hoop uitstraalt en moed. En ik heb een monument ontworpen wat een ode is aan dat duiken, maar waar je ook het duiken kan oefenen. Dus aan één kant is het een hele grote trap met tredes van 50 centimeter hoog, waardoor eigenlijk iedereen met elk niveau zou kunnen oefenen. Maar je kan er ook zitten, elkaar ontmoeten, kijken naar elkaar, elkaar zien, wat heel belangrijk is. En voor mij was het dit beeld maken eigenlijk nooit de bedoeling dat het gebouwd zou worden, maar meer dat het als een punt van discussie gebruikt zou kunnen worden. Dat we een beeld hebben waar we het over kunnen hebben. Wat voor publieke ruimte hebben we behoefte aan? En om dit idee te testen heb ik samen met een culturele organisatie, Actia, duikworkshops georganiseerd op het moment dat ik mijn boek aan het promoten was in Mostar, toen het in het Bosnisch vertaald werd ook. Hierbij die duikworkshops gaf een van de duikkampioenen, grootste duikkampioenen van het land, duiklessen aan kinderen van verschillende religieuze achtergronden. Maar het ging niet alleen om het duiken zelf, het ging ook om de betekenis ervan, waar hij over vertelde. Wat betekent het? Waar komt het vandaan? Wat kan het voor die kinderen nu, vandaag de dag en in de toekomst betekenen? En dat werkte heel goed. Dit is de duikkampioen Lorenz Liesto. En wat heel bijzonder is dat hij na die duikworkshops ook zijn eigen duikschool is begonnen. Waarbij hij jongeren traint, waar hij een talent in ziet. Met het idee dat ze uiteindelijk ook vanaf de Oude Brug kunnen duiken en met die competitie mee kunnen doen. Dus hier zien jullie een meisje van 14 jaar, Noora, die hij traint. Maar ook andere jongeren. En voor mij is dit eigenlijk het daadwerkelijke monument. Dus voor een,
een beeld wat iets in gang kan zetten voor een nieuwe generatie, dat is voor mij nog veel belangrijker dan dat het fysieke bouwwerk ook daadwerkelijk wordt gemaakt. En daarin zie ik ook heel erg de kracht van architectuur in. Een ander project wat ik jullie wil laten zien, wat eigenlijk ook die connectie met Nederland maakt, is Srebrenica is Nederlandse geschiedenis. Dat is een campagne. Zoals jullie misschien weten, was het afgelopen juli 25 jaar geleden dat de genocide in Srebrenica heeft plaatsgevonden. Waarbij meer dan 8000 jonge moslimmannen werden vermoord. En het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat hoorde hun te beschermen, wat faalde. Waardoor de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog ook heeft plaatsgevonden. En met onze campagne vragen we hier aandacht voor. Dit heb ik binnen een collectief gedaan met andere Bosnisch-Nederlandse vrouwen, met een beleidsmaker, een filmmaker en een theaterregisseur, waarbij we onze krachten, maar ook onze disciplines wilden bundelen om meer aandacht te genereren voor de herdenking van de genocide. Waarbij voor ons het belangrijkste doel was om het bewustzijn en het nadenken over deze geschiedenis in verschillende publieke domeinen van de samenleving te verankeren. En dat wilden we door middel van een nationaal monument, structurele financiering, maar ook een inclusieve vertelling van de geschiedenis in het onderwijs. Voor ons collectief naam waren we heel erg geïnspireerd door dit kunstwerk. Dit is een kunstwerk van de Bosnische kunstenaar Sheila Kamerić. Waarbij jullie een tekst zien die door een Dutchbatter is geschreven in Srebrenica, waar zij gehuisvest waren, of in Potocari eigenlijk. En zij heeft die tekst over haar eigen portret geplaatst. En wat wij hier heel mooi aan vonden is dat normaal gesproken als we Srebrenica in de media zien, zien we de moeders van Srebrenica die eigenlijk in hun grootste lijden worden getoond. En wat heel krachtig is aan dit kunstwerk is dat, dat het een beeld is waar je weer kracht van uit kan ontleden, zeg maar, in plaats van het lijden. En die campagne bestond uit verschillende onderdelen, waaronder een website waarbij als je helemaal niks over het onderwerp weet, je erin kan verdiepen op een simpele manier, eigenlijk geïnspireerd op withuiswerk.nl. Waar ook verhalen te lezen zijn van Bosnisch-Nederlandse jongeren die vertellen over het belang van herdenken voor hun. Maar ook films te zien zijn. En de petitie die we hebben opgericht om ook de campagne meer kracht bij te zetten is meer dan 17.000 keer ondertekend. En een nationaal monument. Dat hebben we in de vorm van een tijdelijk monument gedaan binnen de campagne. Omdat we merkten dat bij de herdenking op het plein in Den Haag, naast de Tweede Kamer, dat er eigenlijk helemaal geen verbinding was tussen degene die herdenken en de mensen, passanten, mensen die op terrassen zitten eromheen. Dus we wilden een soort beeld, een monument neerzetten wat die herdenking ook kracht bijgeeft. Maar ook dat het een actief monument is, dus iets wat niet alleen herinnert aan wat er is gebeurd, maar ook een plek waar verschillen kunnen worden overbrugd. Een plek wat iets nieuws in gang zet en een gedeelde ervaring mogelijk maakt. Wat we hebben gedaan is dat we fotograaf Robin de Puy hebben gevraagd om 25 Bosnisch-Nederlandse jongeren van 25 jaar oud, omdat het 25 jaar geleden is, te portretteren. Waarbij het voor ons ook belangrijk is dat het een diverse groep is, die eigenlijk ook een representatie is van die verschillende religies in Bosnië-Herzegovina. Dus hier zitten ook jongeren in die een Servische of een Kroatische achtergrond hebben. En in een cirkel hebben we hun foto's opgesteld op het plein. Dit is een maquette. En in een cirkel, omdat tijdens de herdenking elk jaar ook een cirkel wordt gelopen, wanneer er weer namen worden voorgelezen van nieuwgevonden slachtoffers in massagraven. Zo zag het eruit tijdens de laatste herdenking in juli, waarbij onder de foto's van die jongeren een kort tekstje is van het belang van herdenken voor hun. En wat zo mooi is aan die jongeren is dat zij eigenlijk in Nederland zijn opgegroeid grotendeels, maar ook Bosnisch zijn en eigenlijk die gezamenlijke geschiedenis van Bosnië en Nederland het beste ook kunnen vertellen. En aan de buitenkant van de cirkel was in doorlopende vorm te lezen: Srebrenica is Nederlandse geschiedenis, is Srebrenica Nederlandse geschiedenis. En tot het de cirkel rondmaakte.
Nou, op de dag van de herdenking hoorden we dat Den Haag heeft besloten dat er een nationaal monument moet komen. Wat eigenlijk ook echt de verdienste is van het herdenkingscomité die hier heel lang, jarenlang aan heeft gewerkt om dat dialoog ook mogelijk te maken met Den Haag. En eigenlijk werkte het heel goed. Het heeft 3 weken op het plein gestaan. Dat was voor ons belangrijk, ook omdat politici daar dagelijks lopen. En wij het belangrijk vonden dat zij er even bij stil zouden staan. En eigenlijk waren er heel veel passanten die heel erg onder de indruk waren van die portretten die je zo aanstaren. Maar die voor de herdenkers weer een soort beschermende cirkel vormden. En tijdens de herdenking was voor het eerst ook de minister van Defensie aanwezig en die gaf ook een toespraak. Maar ook Dutch Batters, wat een hele belangrijke stap is in het hele proces van het samenbrengen van al die verschillende betrokkenen, allemaal op hun eigen manier, met de herdenking en met de genocide. Wij hebben zelf ook een speech mogen houden wat echt heel erg fantastisch was. En hier deze foto symboliseert voor mij heel erg wat zo'n tijdelijk monument kan bewerkstelligen. Hier zien jullie Martin die voor zijn eigen portret staat. Hij heeft Nederlandse, Bosnische, Kroatische roots. Hij werkt bij Defensie op dit moment. En hij praat hier met een van de Dutch Batters die in Srebrenica zat. En dat gesprek mogelijk maken, maar ook leren van elkaar, leren voor de toekomst, zodat het nooit meer gebeurt. Dat is voor ons eigenlijk een van de belangrijkste dingen die het tijdelijk monument kon veroorzaken. En op dit moment is het tijdelijk monument aan het rondreizen door heel Nederland. Hier zien jullie het in Amsterdam. En we proberen het eigenlijk tot aan de volgende herdenking op zoveel mogelijk plekken te laten landen. Zodat het op zoveel mogelijk plekken de aandacht krijgt. En we naar een nieuwe vorm van gezamenlijk herdenken en inclusief herdenken kunnen gaan. Dank jullie wel. Ik heb heimwee naar de bergen waar ik zelf niks kan verbergen. Tranen vallen op de sneeuw, in de zon, voor de dennen. En ik heb moeite te bekennen dat ik mezelf nog lang niet ken. Alle woorden die er waren maken mij niet wie ik ben. Ik heb heimwee naar het lopen over onbekende paden. Heimwee naar het zoeken en heimwee naar het varen. In gedachten door herinneringen. Het hart op in de stilte zingen. Het ademen om los te laten. En het telkens weer opnieuw beginnen. Tussen plexiglas en pixels. Cyberwall en stenen in een stad. Een land in lockdown. Vol met eindes en gevaar. De hartslag onder alles niet te zien en niet te horen. Soms voel ik me verloren, want alles lijkt verstoord. En ik vraag aan de stad, zullen we samen zingen? Op het ritme van de vogels die terugkeren als het straks weer lente wordt. Als de eerste zonnestraal weer door de wolken breekt en alles smelt. Alles smelt. Ik verlies mijn onbegrip. Er druppelt liefde op de vloer. Alles smelt. Mijn ideeën, mijn verlangens. Wie ik wil zijn en wat ik was. Alles smelt. Dit was een korte film uit het project Ik ben de stad, waarin Arnhemse spoken word artiesten samen met filmmakers poëtische miniatuurtjes in beeld en woord maken. En we keken naar Cassandra Onk. En deze en andere korte films kun je zien op de website www.denieuwestad.rozet.nl. We zitten hier inmiddels weer met z'n drieën aan tafel. Ton, Arna, bedankt voor jullie bijdrage. Inspirerende, interessante verhalen. Echt dramatisch, maar ook wat kunnen we ervan leren? Dat is eigenlijk waar ik het met jullie over wil hebben. Als we nadenken over die nieuwe stad, die nieuwe inclusieve omgeving, wat kunnen we leren van beide steden, van de geschiedenis van beide steden? En
Ja, Arna, wat zou wat jou betreft de les zijn van die wederopbouw van Mostar als we nadenken over die nieuwe stad in Nederland? Ja, ik denk dat Mostar is natuurlijk een voorbeeld van een extreme situatie waarbij je zou kunnen zeggen dat er geen opbouw is. Er is wel een opbouw, af en toe wordt er opgebouwd, maar vanuit vaak vanuit nationalistische gedachtes, alleen voor onze eigen groep. Ja. En ik denk dat bij het opbouwen, dan ga je naar iets nieuws toe en dan ga je jezelf afvragen wie zijn wij samen. En in Mostar is dat samen is er niet. Wie willen wij samen zijn? Dat idee van gezamenlijkheid is er niet. En ik denk wat we kunnen leren, en dat is misschien een heel treurig antwoord, is vooral wat er op het spel staat op het moment dat je een stad hebt wat na die oorlog volledig gesegregeerd is. Ook omdat er geen mensen de macht of de leiding hebben die democratische, inclusieve ideeën hebben. Ja, er ontbreekt een gezamenlijke identiteit. Er is een soort partij aan de macht en die drukt de andere groep als het ware weg. Ja, precies. Of dat je zegt, de stad bestaat uit heel veel verschillende identiteiten. Die identiteiten zijn complex. Maar we zeggen, oké, iedereen mag verschillend zijn. En dat is ons uitgangspunt. Ja. En daar maken we ruimte voor iedereen om te zijn wie die wil zijn, wie die is. Ja, dus de les van Mostar is vooral hoe we het eigenlijk niet willen. Ja, dat is ook een hele belangrijke les. Ja. Neem mij. Want Ton, als ik kijk naar de Arnhemse wederopbouw, dan was die eensluidendheid, die was er volgens mij wel, hè? Ja, ten dele althans. Die werd ook natuurlijk doorgedrukt, zou je kunnen zeggen, door een stadsbestuur dat dan die modernistische visie voor ogen had. Tegelijkertijd bemoeide het Rijk zich er ook mee. Maar het beeld wat is overgebleven, is er toch inderdaad veel meer een van een soort collectieve drive om die catastrofe te boven te komen. Een yes we can. Een yes we can, ja. Het was een soort hele optimistische spirit. Ja, je ziet het inderdaad. Je ziet het ook in de uitingen, zeg maar, zoals de stad zich profileerde na de oorlog. Hè. Zoiets als de Sonsbeek tentoonstelling, die als het hopelijk dit jaar wel weer georganiseerd gaat worden. Dat was om de stad opnieuw op de kaart te zetten, waarin kunst ook werd ingezet. Ook om het negatieve imago van dat Stalingrad als het Westen, om daar iets tegenover te zetten, als het ware. Ja. Maar je ziet het ook in dingen als toeristenfoldertjes. Ik noemde die kaart die wij hebben gemaakt. Nou, dit is hem. Even een klein reclameblokje. Dit was heel erg. Toen hebben we dat heel erg geïnspireerd op visueel materiaal. Toeristengidsjes zoals die ook in die tijd werden uitgegeven. En daar spatte het enthousiasme vanaf eigenlijk. Ja. En wat zouden we vandaag de dag kunnen leren van die periode? Nou ja, we staan natuurlijk vandaag de dag voor een aantal hele grote opgaven. Hè. Er hangt iets van een miljoen woningen boven Nederland die ergens moeten gaan landen. Onder andere ook hier in de stad. We zitten voor een energietransitie. Er zijn allerlei transities zitten eraan te komen. We hebben natuurlijk inderdaad met de huidige crisis ook te dealen. Waar heel sterk natuurlijk de nadruk op wordt gelegd, is dat we het allemaal. Dat er verdeeldheid is, er worden allemaal beren op de weg gezien. Wat dat betreft, iets van een vlaggedrager of vlaggedragers is eigenlijk nog veel beter. Ja. Die het voortouw nemen en zeggen van, kom op, we zetten de schouders eronder. En we kunnen dit, want we hebben dit eerder gedaan. Kijk naar de jaren 50, 60. Ja, dat was een hele duidelijke missie. Er was een grote catastrofe die was achter ons. Ja, maar tegelijkertijd, als je kijkt naar, we zitten natuurlijk in die periode, ook hier in Arnhem, in Nederland in zijn geheel natuurlijk nog met het staartje van de verzuiling. Dus het is ook niet zo dat er een soort van homogene massa was waar iedereen in thuis hoorde. Dus er waren wel degelijk ook maatschappelijke verschillen. Ja. Maar toch overheerste klaarblijkelijk vanuit die crisis die er toen was, idee om dat samen aan te pakken. Ja, dus als we het hebben over die grote opgaven, klimaatadaptatie, energietransitie, enorme woningbouwopgaven. Mm-hmm. Kijk naar de wederopbouw en dan zouden we weer het vertrouwen moeten krijgen van dat kunnen wij. Nou, in ieder geval iets van dat enthousiasme. En we hebben ook de Delta-werken gemaakt, weet je wel. Exact. Dat is natuurlijk ook zo'n enorme, ook die tijd. Enorme opgave. Ja. Oké, dus de les van de wederopbouw wat jou betreft is een soort yes we can gevoel. Ja. Ja, niet bang zijn voor grote opgaves. Exact. Ja,
Oké, interessant. Hoe gaan we die nieuwe stad maken? Rosette denkt in het project de Nieuwe Stad na over die nieuwe inclusieve omgeving. Jij bent er heel intensief mee bezig, hè? Inclusieve architectuur, publieke domein. Wat is wat jou betreft inclusieve architectuur? Is architectuur inclusief of wat moet er gebeuren om architectuur inclusief te maken? Voor mij gaat inclusieve architectuur gaat over dat je ervan uitgaat dat er heel veel verschillende complexe identiteiten zijn, verschillende groepen in onze samenleving. En dat je die meeneemt in het denken over als je een stad ontwerpt. Maar niet alleen we moeten voor hun ontwerpen, maar nee, zij moeten ook onderdeel uitmaken van het proces, van het ontwerpen en gerepresenteerd worden in het proces. Dus daar gaat voor mij inclusieve architectuur over. En een beetje aansluitend op wat jij zei, ik vind het heel mooi dat je Sonsbeek noemt. Omdat dat echt een plek is waar je middels kunst ook kan praten over al die verschillende opgaven. Waarbij je niet meteen met oplossingen hoeft te komen, maar je kan ook, je kan ook kritische reflecties tonen. Je kan verschillende toekomstbeelden tonen. En ik denk dat zoiets, bijvoorbeeld voor Mostar, had heel goed kunnen werken. Mm. En ik denk dat ook als je nadenkt over het opbouwen, ja, voor wie doe je dat? Hè? Je doet dat voor je eigen generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Dat het heel belangrijk is om kinderen en jongeren te betrekken in dat proces. Waar willen we heen? En is dat vooral een proces? Moet je het dialoog gaan organiseren, gaan faciliteren? Of kun je dat ook fysiek in de vorm van architectuur of objecten maken? Want je bent natuurlijk ontwerper. Ja. Hoe doe jij dat? Nou, je hebt net in de projecten die ik liet zien ook gezien dat, dat een ontwerp ook kan leiden tot een gesprek. Wat kan leiden tot een workshop. Wat kan leiden tot weer iets anders. Ja. Dus ik zie het niet zo als dat het gebouw of de architectuur het einddoel is. Het kan ook een beginpunt zijn. Ja, exact. In jouw voorbeelden hebben we de tentoonstelling gezien, hè, over Srebrenica. Ja. En het monument in Mostar. Dat zijn eigenlijk objecten, wellicht architectonisch, maar als je het hebt over het ontwerpen van gebouwen, ben je daar ook op die manier mee bezig? Nee, op dit moment niet, wat ik heel graag zou willen, maar als jonge architect is het eerlijk gezegd ook heel moeilijk om, om tussen al die, hoe zeg je dat, met alle regelgeving en alle eisen waar je aan moet voldoen qua portfolio, om ergens tussen te komen, om iets ook echt om een gebouw daadwerkelijk te ontwerpen, maar dat is wel iets wat we heel graag... En hoe komt dat? Want je hebt inmiddels, weet je wel, 2014... Dutch Design Award, 2017, de Maaskantprijs voor jonge architecten. Omdat ik heel jong ben. Ah, ja. Binnen de architectuur. Ja. Hè, dus het zou natuurlijk wel goed zijn, hè, als we het hebben over die nieuwe stad. En binnen dit project van Rosette mogen we dromen. Hè. We mogen een beetje dromen. Hoe zou zo'n proces er wat jou betreft uitzien? Nou, voor mij is het heel belangrijk in een proces waar ik het net over had. Die representatie van verschillende groepen. Dus dat je ook dat je niet voor gebruikers, groepen ontwerpt, maar dat je met ontwerpt. En dat gaat helemaal niet over dat iedereen zijn eigen mening mag geven en dat je dat meteen direct vertaalt in een ontwerp, maar dat je dat wel, dat je al die verschillende behoeftes wel in je denken meeneemt. Ja. Ja. Wie zou er een leider moeten zijn? Zouden architecten daarvoor moeten gaan strijden? Of is dat de taak van de overheid? Ik denk dat de overheid, die maakt wel een groot deel van het beleid, regelgeving. Die heeft zeker een hele belangrijke leidende rol. En aan de andere kant heb je ook architecten zijn onderdeel van het hele proces. Hè? Dus die hebben ook de verantwoordelijkheid om te zeggen van nee, dit moet op een inclusieve manier gebeuren. Ja. Anders doe ik het niet. Ja. Ik denk dat dat, dat zou heel mooi zijn als meer architecten dat zouden doen. Ja, ik kijk even naar Ton. Architectuurcentra, zouden die wellicht... Jullie organiseren het gesprek over de stad. Ja, en we ambiëren dat dus voor iedereen te doen. Het is de vraag of je daarmee iedereen bereikt. Wat op zich wel een aardig is dat we in het kader van dit project, de Nieuwe Stad, een kleurplaat hebben gelanceerd in samenwerking met Rosette. Juist om inderdaad ook jongeren... groepen, nou zijn het wel hele jonge groepen, maar om die aan het denken te zetten over hoe die stad er mogelijkerwijs uitziet. Het is inderdaad altijd wel een lastige, of je mensen inderdaad inspraak geeft, dat hoor je ook wel weer van ontwerpers terug op het moment dat er inspraak wordt georganiseerd, dan zijn het vaak altijd dezelfde zeikerts
die dan naar zo'n avond komen. Representeren die dan inderdaad een wijk? Of, ja. Maar goed, het is wel mogelijk. Alleen het kost veel meer moeite. Ja. En daarmee wordt zo'n proces natuurlijk langer, wordt het proces ook duurder. Dus het is iets wat ook een opdrachtgever moet willen. Maar ik denk dat daarin met name ook gemeentes of inderdaad een overheid dus een hele belangrijke rol heeft. Ja. Het gebeurt dus wel. Het gebeurt wel. Mondjesmaat. En we hebben natuurlijk de inspraakprocedures, dat is ingebakken in... Maar dat zijn vaak inderdaad ook die informatieavonden waar, zoals jij het schetst, de mensen met het tong op de hart. Hoe zeg je dat? Hart ja, nou ja, en wat ik dan ook wel hoor is dat het dan vaak eigenlijk niet eens zozeer gaat over het ontwerp of het voorgenomen ontwerp, als wel over hele andere dingen die ze dwars zitten. Eigen belangen. En, eigen belang of dat ze zich niet gehoord voelen. Dus, ja. Dus dat is inderdaad, maar goed, dat is wellicht een heel ander chapiter. Ja. Heb jij goede voorbeelden van hoe het wel kan? Want jullie hebben bijvoorbeeld ook projecten gedaan waar je met jongeren in dialoog ging. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb ook wel meer een ouder voorbeeld uit de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, in de Schilderswijk in Den Haag. Mm-hmm. Waar de Schilderswijk eigenlijk een soort herstructurering moest er plaatsvinden. En waar wethouder toen de tijd Adrie Duifstein, architect Alvaro Siza uit Portugal haalde. Om hem met bewoners, die ook allemaal verschillende culturele achtergronden hadden, in gesprek te laten gaan over hoe willen jullie nou wonen. Mm-hmm. En dat leidde tot hele andere woonplattegronden dan wanneer dat gewoon zonder die bewoners gedaan zou worden. Ja. En Siza deed dat niet op zo'n manier van, oh jij wilt dat, dan doe ik dat. Nee, hij luisterde heel nauwkeurig en vertaalde dat naar meer grotere ideeën over hoe dat wonen nou kan. Ja. Dus het leidt echt tot andere architectuur en dat is interessant. Dus daar heb je een gedreven wethouder voor nodig, Adrie Duifstein in die tijd in Den Haag. En je hebt er een architect nodig, Alvaro Siza, die gewend is om zo'n proces ook aan te gaan. Precies, ja. Ja. En een voorbeeld met kinderen wat wij hebben gedaan is voor de omgevingsvisie in Amsterdam voor 2050. Hebben wij een gespreksruimte ontworpen wat reist van school naar school. Ja. En waar jongeren met ambtenaren die aan de omgevingsvisie schrijven in gesprek gaan over hoe moet die toekomst van de stad eruit zien. Want als je het hebt over 2050, dan zijn echt de jongeren degene die daar op dat moment wonen en leven. En zij daar ook ze hebben daar ook super frisse ideeën over jongeren, wat we vaak nog heel erg onderschatten. En de gemeente heeft daar ook heel erg het belang van ingezien en die gaat het proces ook nog voortzetten. En die ideeën komen ook echt daadwerkelijk in die visie terecht. Ja, en het is een soort reizende arena. Ja, precies. Kan die niet een keer naar Arnhem komen? Zeker. Ja, dan gaan we straks naar de uitzending even over goed praten. He, misschien met Ton ook erbij. Zeker, ja. Ja? Hey, en als we dan ook even specifiek over Arnhem dromen. Hè? Want wat ik zo mooi vond aan het verhaal van Mostar is die brug. Die is opgeblazen, die is weer gereconstrueerd, maar heeft niet die betekenis gekregen die had voor de oorlog. Maar die brug is een cruciale plek in de stad. Hè. Nu hebben we Arnhem, Arnhem-Zuid, Arnhem-Noord, met ook een rivier, met ook een brug met een oorlogsverleden. Zie jij parallellen, Ton, tussen onze brug, onze rivier, om weer een soort eenheid in de stad te creëren en wat er in Mostar is gebeurd? Nou, die brug, toen onze brug zo gezegd werd verwoest, lag hij er nog maar net. Ja. En bestond Arnhem-Zuid nagenoeg niet. Dus, ja. dus die verdeeldheid is daarna gekomen. Hij heeft een hele andere achtergrond. Er is inderdaad natuurlijk wel, dat hebben we bij CASA ook regelmatig geagendeerd, in Arnhem wel een zekere stedelijke en sociale tweedeling. En dan kijkt iedereen inderdaad heel erg naar noord en zuid. Maar we hebben vorig jaar hadden we dat ook als jaarthema. Hebben we nog inderdaad ook wel gehoord en geconstateerd dat die verdeling niet per se noord-zuid is, maar misschien eerder nog west-oost. Dus het is natuurlijk wel een hele in het oog springende. Ja. Ik denk door stadsblokken een belangrijkere rol te geven. Hoe dan ook, hè, of dat nou inderdaad is met bebouwing of als stadspark. Dat je daar, als je daar wat gaat doen met architectuur en landschapsarchitectuur, dat je wel een hele belangrijke
beweging kunt maken om dat noordelijke en zuidelijke stadsdeel weer meer aan elkaar te smeden. Ja, want die liggen wel heel ver uit elkaar. Die liggen erg ver uit elkaar. Ja. Maar ja, of dat inderdaad de parallel met Mostar is gewoon, is dat het inmiddels heeft de brug weliswaar een symbolische en ook een historische betekenis gekregen. Ja. Maar ja, die gaat toch veel minder ver terug dan wat we zojuist hadden. Ja, exact. Ja. Exact, ja. Mm. Want Arnhem, ken je Arnhem een beetje? Niet heel erg goed. Ja, bij deze de uitnodiging om eens verder na te denken over hoe we dat in Arnhem zouden kunnen doen. Graag. Misschien ook leuk om dat met Rosette samen op te pakken, dit gesprek. Ik heb daar nu al... Lijkt me heel leuk. En die kaart langs de gebouwen te gaan van de kaart. Ja, dat gaan we sowieso dan een keer organiseren. Oké, dank jullie wel voor nu. Ik vond het een heel fijn gesprek, super interessante bijdragers. Arna, als mensen meer willen weten over jou en over jouw bureau, dan kunnen ze naar de website www.studio-la.org. Klopt. Daar staan al jouw projecten die je nu ook beschreven hebt, die staan erop. En Ton, als mensen meer willen weten over CASA, de website is www.casa-arnhem.nl. En daar staat ook alles in over die fantastisch mooie architectuurkaarten onder andere, die jullie... Ja. Hebben gemaakt. En nog veel meer. Het project De Nieuwe Stad loopt tot en met 31 mei en wordt afgesloten met de voorstelling Op het Puin van muziektheater De Plaats. En meer info over De Nieuwe Stad is te vinden op de website www.denieuwestad.rozet.nl. Ik wil Klassie ook heel erg bedanken. Als jullie meer willen horen en willen weten over Klassie, ga dan naar de website www.klassie.nl, dat is met C-L-A-Z-Z-I. En ik wil graag voor Klassie en voor de sprekers een warm applaus. Dus klap even thuis. Ja, dank jullie wel. Heel goed. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken. Ga vooral ook de andere projecten zien van het project De Nieuwe Stad. En praat ook mee over die nieuwe en inclusieve toekomst. Het laatste woord van vanavond is aan Isvara. Zij is schrijver van een niet bestaand genre. Ze laat zich inspireren door teksten en muziek in verschillende talen en dialecten en slingert daarbij over de grenzen tussen songtekst, gedicht en spoken word. Graag jullie aandacht voor Isvara. Welkom. Loop vlug door de poort, de plek waar jij thuis hoort, wacht. Er staat geen muur omheen, maar hier is de sleutel. Kom, aanschouw en ontdek de stad. Als de zon hier opkomt en de vogels beginnen te zingen, doen de mensen en de bloemen dat evenzo. Ja, als de zon hier opkomt en de hele wereld zus doet, doen wij op deze plek dat evenzo. Kom maar binnen, laat je meesleuren door de rivier of verstop je in het bos. Beklim de berg vanuit waar je de hele stad kan zien en laat hier alles los wat je weet over een oude stad. Dit is niet zomaar een plek. De vibes, onberispelijk. En de rust hier is dominant. Dit is zo waar een plek met feesten, onvergetelijk. Dit is de mooiste plek van het land. Waar het altijd warm is, omdat die ligt in je hart. Er wordt gezongen en gedanst en gewerkt, minstens zo hard. We doen hier allemaal lekker normaal, want niets is hier te gek. Ja, deze plek, er is hier ruimte voor... intellect en dom geluk en een blauwe maandag en een mijn dag kan niet meer stuk. Voor alles en niets, de metro en de fiets, voor jou en mij is er van alles wat. Dit is niet zomaar een plek. Of misschien toch juist wel. Dit is mijn, dit is de nieuwe stad. Yo. Heel mooi. Dankjewel. Dank jullie wel, jongens. Ja, zijn we weer vrij? Ja, volgens mij is het nu fade-out. Dan kunnen we een beetje nakletsen. Zo. Ja, ik denk dat het geluid wel weg is. Thank you.
Thank you.